Raja Fluiten, bronzen medaille op het BK. Schitterend seizoen gereden. Constant vooraan het wereldbekers ontgoocheld met die bronzen medaille. Hij had niet echt de sterkste heeft gewonnen. De tweede sterkste was tweede. Dan heb ik gewoon alles gegeven en dan kun je eigenlijk niet veel verwijten. Hè. Zoals gezegd, ik ben al aan een goed seizoen bezig. En uiteindelijk hoort er een beetje bij. En ik ben bij derde ook wel tevreden. De last van de hitte vandaag? Eigenlijk niet echt. Ik kan er vrij goed tegen. Het is voor de rest ook met de hitte. Dus uiteindelijk niet echt. Het was voldoende drinken en heb ik misschien iets te weinig gedaan. Mm-hmm. Maar uiteindelijk viel het mee. Er komen er nog twee echte belangrijke wedstrijden aan. Eigenlijk Andorra, wereldbeker, Pietersmaritzburg, WK. Wat denk je dan? Nu is het gewoon wat de lijn doortrekken van het gevoel. En dan volgend weekend Andorra is super belangrijk. En dat probeer ik toch. Ik ben een heel jaar binnen de top 10 aan het rijden, dus dan moet dat zeker dan ook lukken. En Pietersmaritzburg is echt het hoofddoel. Dat is nu echt op het einde van het jaar. Ik kon even rusten en terugpieken naar het WK. Dus dat is toch wel het hoofddoel. En dat blijft bij iedereen toch hangen als je op een WK goed rijdt. Dus absoluut. Dus nog heel veel succes, chef. De komende weken houden we nog even vol en dan ga je de vruchten van plukken. Dankjewel. Ja.